Op een gegeven moment, als mijn vrienden overleden en mijn vrienden waren overleden. En ik lag zelf ook in het ziekenhuis. En toen was het dus op een gegeven moment zo van, ik heb 30 jaar verslaafd geweest. En het was anderhalve dag buiten Westen. En toen dacht ik ook van, nou laat ik het proberen er vanaf te komen. Want ik heb weer een tweede kans gekregen van de grote baas. Ben je bang? Hey man, hoi. Ga eventjes hier langs. Hier staat ook nog wel eens een jongen met een straatkrantje aan de achterkant van het casino. Ik denk dat hij nu nog op zijn vette lappen ligt ergens. Nou, ik sta er elke ochtend en dan zit ik mijn puzzeltjes te maken 's ochtends. En er komen dan klanten langs voor mij en die komen dan nog een praatje maken. Ja, in de loop van 10, 15 jaar heb ik een hoop mensen dus. Die ik ken, bekenden en zo. Dus, we zien het wel. Een soort vaste klantenbestand ook wel een beetje misschien. Ja, precies. Daarom. 2 jaar geleden heb ik in Amsterdam, in mijn eigen vrije tijd, zo'n soort straatwandeling gevolgd. En toen ben ik op pad gegaan met een ex-verslaafde heroïneprostituee. En die wandeling bleef echt in mijn hoofd hangen. En ik dacht, hoe kan dat? Want ik werk al 8 jaar in het vak. Ik heb al zoveel verhalen gehoord. En dat maakt zo'n indruk. Toen dacht ik, ja, het komt omdat je letterlijk met iemand over straat loopt en het bijna een soort meemaakt en beleeft wat diegene meegemaakt heeft, zeg maar. En toen dacht ik, dit hebben we in Rotterdam nog niet. Kunnen we dit ook niet in Rotterdam gaan organiseren? We kijken eventjes of er nog souvenirtjes in liggen, maar het is vandaag niet echt een... Nee, ik zie het nog niet echt. Het meeste is dan gewoon dat je uit elkaar sloopt en dat je het inlevert. Aluminium. Roodkoper, geelkoper, lood, zink, kabel. En ja, dan heb je 6 soorten en dan breng ik ze weg. Ja, dat doe ik 1 keer in de maand of zo. Ja, een paar tientjes hoor, maakt niet uit. Hier moet even achterkijken. Daar in dat hoekje, daar lagen ook mensen af en toe te slapen. Dat is wel makkelijk, want je kon natuurlijk geen kant op. Voor de kids wel makkelijk om ze gelijk een bekeuring te geven natuurlijk. De meeste van die plekken, daar hebben sommige mensen korter of langere tijd gebivakkeerd. Dat waren dan dat soort plekken. Ja. Zoals daar in Toekie. Heb je zelf ook geslapen? Ja, ik heb zelf ook geslapen. Nou, hier weet je wel, een mooi 1-kamer appartement. Hè? En ja, dan legde ik op een gegeven moment wat karton op de grond en een deken eronder en een deken eroverheen. En dan sliep ik een paar uur en dan ging ik weer verder met... geld voor drugs zoeken, weet je wel. En ja, dan word je knap inventief. En ik heb ook 8 jaar in de gevangenis gezeten. Doordat ik ook een hoop dingen ontvreemde en dat soort dingen. Auto's stelen. Ja, en een paar keer heb ik behoorlijk obsessen gehad. En dat ik behoorlijk alweer naar de knoppen was, hoor. Dat heb ik een paar keer flink gehad. En dat is niet lekker, moeten die kant op. En dat kost dan een tijd om je eigen weer eruit te halen. Je moet je eigen gewoon dwingen om bepaalde dingen te doen. Als het nou echt keihard gaat vriezen, moet je eraan dwingen dat ze elke dag toch goed warm te eten. En dat soort dingen. Ja, ik doe dat tegenwoordig. Maar ja... Het is in ieder geval af en toe dweilen met de kraan open, want het wordt niet koud, weet je. Mensen komen nu met elkaar in contact die elkaar nooit spreken. Want je, mensen die wel een dakloze misschien zitten op straat, maar je gaat niet zomaar mee in gesprek. En dit is een hele laagdrempelige manier om je vragen te stellen en wat je altijd wel willen weten. En andersom ook, de interactie is gewoon heel boeiend. En de gidsen krijgen heel veel waardering van de groepen. En daar groeien ze enorm van. Dat is heel leuk om te zien. Net zoals Hans, die was 2 jaar geleden, zag hij er echt heel anders uit dan nu. Toen had hij geen gebit, hij had lang haar, hij was ongeschoren. En nu heeft hij eigenlijk een hele metamorfose ondergaan. Zonder dat ik daar iets over heb gezegd of heb gevraagd. Maar puur uit eigen beweging eigenlijk. Ik heb hier ook gewerkt. En op een gegeven moment
Dan ging je op een gegeven moment, als je dus elke dag verslaafd bent, ga je dus zorgen dat je toch het dichtst bij het leek bent waar je die drugs kan krijgen, weet je wel. Het maakt dat je niks meer voelt. En als je dan geen kou meer voelt en zo, kijk dan. Dan ga je op een gegeven moment, doe je het alleen maar nog maar om niets te voelen, weet je wel. Ik denk, ja, laat ik die tweede kans dan maar eens even proberen. Laat ik het proberen zonder drugs te proberen. En nou, tot nu toe gaat het goed. Kijk, nou ik mijn woonsituatie onder controle heb, ben ik een beetje aan het kijken wat ik dus voor de rest nog erbij zou kunnen doen. Ja, ik heb al... Ja, ik probeer gewoon een beetje mijn dag een beetje zinvol te besteden.